welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een 10 dingen waar ik niet zonder kan video. Volgens mij is dit de derde video. Volgens mij heb ik er al 2 gemaakt. Dus als je mijn andere 20 dingen wilt zien waar ik niet zonder kan, die 2 video's staan ook al online. En het is gewoon letterlijk wat de titel zegt. Ik ga vandaag jullie 10 dingen laten zien waar ik niet zonder kan. Het kan echt van alles zijn. Het is niet per se make-up. Het is gewoon van alles. Gewoon echt letterlijk van alles. En dit zijn echt producten waar ik echt gewoon dag in dag uit mee leef. En ik wil ze aan jullie laten zien omdat ik ze ook handig vind voor jullie eventueel. Als je alles nog even op een rijtje wilt hebben wat ik vandaag bespreek, ik zet ook alles beneden in de beschrijving. Dan is het gewoon makkelijk te vinden voor jullie. En er zijn echt een heleboel dingen waar ik echt elke dag mee leef, die super handig zijn, die ik elke dag gebruik, of zeker heel vaak in ieder geval. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, het eerste waar ik het over ga hebben is iets wat ik vrij nieuw heb. Ik gebruik het nou denk ik 2-3 maanden of zo. Ik heb er al over geraved op mijn Instagram en alles, dus als je mij daar volgt dan weet je het al. En dat zijn mijn neppe teennagels. Ik heb ze nou hierin gedaan, dus ik heb ze niet meer in de normale verpakking. Maar het zijn letterlijk neppe teennagels. Kijk, zie je dit? En dit is de lijm die erbij hoort. Het zijn gewoon letterlijk neppe nagels die je normaal dus op je vingers plakt, maar dan voor je voeten. Kijk dit, ik heb ze in een French manicure stijl, maar je hebt er best wel een aantal. En ik kan niet meer zonder. Sinds ik deze gebruik, kan ik niet meer zonder. Ik persoonlijk, ik heb altijd een manicure, ik heb altijd acrylnagels op mijn handen. Maar ik kan er niet tegen als iemand aan mijn voeten zit. Dus ik wilde altijd heel graag ook pedicures doen, maar ik kan er gewoon echt niet tegen. Dus ik maakte mijn eigen tenen altijd gewoon wit met nagellak. Maar dat was altijd best wel veel werk en uiteindelijk is het toch niet zo mooi als een echte manicure. Terwijl deze nepnagels, ik heb ze nu ook op, super mooi. Het lijkt gewoon alsof ik letterlijk een manicure heb. Ik heb ze ook al iedereen aangesmeerd. Kijk eventjes hoe mooi, jongens. Oh my gosh. Mijn kat staat voor de deur te miauwen, maar dit is mijn moeders slaapkamer en mijn moeder wil niet dat de kat in haar slaapkamer komt. Dus nou is hij daar aan het miauwen. Maar goed, deze neppe teennagels zijn echt ideaal. In het begin was ik een beetje sceptisch, want ik dacht ja, ik ga het gewoon proberen. Ik weet niet of het er echt goed uit gaat zien en of het er überhaupt op blijft zitten. Ze blijven er echt op zitten. Ik ben ermee naar Spanje geweest, naar Marokko, naar het strand. Ik ben ermee gaan lopen de hele dag. Ik heb hakken aangedaan, dichte hakken bij de tenen. Dus je voet staat letterlijk zo. De gehele druk zit letterlijk op mijn teennagels. En ze gaan er gewoon niet vanaf. Ze gaan er alleen vanaf als je echt op een bepaalde manier heel hard stoot. En na een poosje zo, omdat jouw echte nagel groeit, gaan ze een beetje loszitten. En dan vallen ze er wel van af. En dan plak ik ze gewoon weer opnieuw op. Dus ze blijven echt goed zitten. Zeker 2 weken. En ik ben er echt happy mee. Ik gebruik ze nog steeds. Ik heb ze al iedereen aangesmeerd. En iedereen is er echt blij mee. Dus ze zijn gewoon te koop bij Pussy Shop. Het is wel heel vaak uitverkocht. Dus als je ze ziet, sla ze gelijk in. Sla er gelijk 2 in of zo. Dat doe ik ook. En ik vind het niet fijn om ze in een verpakking te houden. Dus ik heb dit gehaald in Marokko. En nou heb ik ze gewoon zo lekker hierin zitten. En het zijn allemaal verschillende maten en zo. Dus er is voor iedereen wel een maat die past. Het volgende. Echt, jullie worden echt ziek van mij. Maar ik moet het ook weer hier includen. En dat zijn mijn Y-Food Shakes. Jullie weten, ik heb al een hele, hele lange tijd samenwerking met Y-Food. Omdat ik het echt geweldig vind. Ik weet dat af en toe mensen denken van, oh, omdat het een samenwerking is, vind je het goed? Nee, ik vond het goed. En daarna pas kwam de samenwerking. Het is juist precies andersom. Ze vroegen mij om samen te werken. Toen heb ik gezegd om het eerst te testen. En ik vond het zo geweldig dat ik dacht, ja, wij gaan samenwerken. Ik drink niks anders meer. Iedereen lacht me uit. Gisteren was mijn zus hier en ze doet de prullenbak open. En de prullenbak zit helemaal vol met allemaal lege flessen van deze Y-Food Shakes. Ik ga helemaal stuk. Ik smeer ze iedereen aan. En mijn zus heeft ze vandaag ook besteld. Gisteren heeft ze 1 shake van mij op in de smaak chocolade. En ook zij was gelijk impressed. Ik heb letterlijk het WhatsApp gesprek gewoon hier staan. Vanochtend heeft ze ze besteld. Kijk, zij heeft ze in de smaak chocolade besteld. Dan heeft ze zo erbij gezet, besteld. Echt, en mijn beste vriendin ook. En echt, ik smeer ze iedereen aan. Want iedereen die ze proeft, iedereen die ik een flesje laat proeven, is gelijk om. Ik heb hier de smaak Peach Lassie. Dit is een limited edition smaak voor de zomer. Deze is lekkerder dan je misschien verwacht. Ik had niet per se verwacht dat ik hem heel lekker zou vinden, maar hij is echt fantastisch. En waarom ben ik zo blij met deze shake? Ik drink ze als ontbijt en als lunch en zelfs heel af en toe als avondeten. Je zit zeker 4-5 uur helemaal vol. Het verzadigt je helemaal. Er zitten 26 vitamines en mineralen in. Heel protein. Proteïne, lactosevrij, glutenvrij en no added suikers. Geen toegevoegde suikers. En je hebt heel veel verschillende smaken. Heel veel mensen vragen me ook altijd wat mijn fave smaken zijn die ik het meest drink. Is dus nou deze peach lassie, chocolade en white chocolate. Dat zijn nu mijn 3 go-to smaken. Die vind ik heel lekker. Ze zijn ook lekker zoet. Dus jongens, als je op zoek bent naar een snelle, makkelijke lunch waardoor je echt verzadigd bent, dan zijn deze shakes echt gewoon ideaal. Next up is voor het lichaam. Vooral ideaal voor de zomer. Ik kan niet zonder. Als ik weet dat je
iedereen mijn benen gaat zien, breng ik altijd deze body glow aan. Deze is van Makeup Revolution. Ik heb hem al heel lang. De hele tekst is er letterlijk vanaf. Was van hun glow collectie. Ik weet niet of je nog te halen is. Maar je hebt heel veel merken die dit soort body glows verkopen. Ik mix het altijd met mijn body lotion. Het maakt niet uit welke body lotion je gebruikt. Mix het en breng het aan op je benen. Mix het niet met een lichaamsolie. Olieën gaan er vanaf. Dus het moet echt een normale crème zijn. En haal ook een echte body glow. En geen body oil. Want ik heb die glitterige body olieën gebruikt. En die gaan er zo snel af. En ze geven af. En dat is echt een bende. Maar als je deze gebruikt. Wat echt gewoon zeg maar zo een cream is. Kijk, echt dit. Dit gaat er echt niet van af. Het droogt helemaal op en het gaat er niet van af. Zo op zichzelf vind ik het too much. Maar gemixt met body lotion is het echt heel mooi. Ik zal het even laten zien. Want ik heb het nou nog niet op. Ik pak altijd gewoon een beetje body lotion. Ik pak een beetje van die body glow. Die pak je nou even van mijn hand. Ik mix gewoon zo een paar druppels. Dit is dan hoe het eruit ziet. En dan breng ik het gewoon zo aan over mijn hele benen. En ook af en toe hier zo. Ik zal het nou hier aanbrengen, want dan kan ik het goed laten zien. Ik breng het aan op één arm, want dan kunnen we goed het verschil zien. Kijk even dit verschil. Dit is echt helemaal nog gewoon mat en niet echt glowy. En dit is helemaal mooi glowy. En vooral op de benen is dat echt prachtig. Ik ga nergens heen zonder deze body glow. Ik had hem ook mee naar Marokko. Mijn vriendin heeft hem ook toen elke dag gebruikt. Maar volgens mij is deze dus niet meer te koop. Maar zoals ik al zei, je hebt ook nog heel veel andere alternatieven. Het is zo mooi en het laat je benen er slanker uitzien. Als je zo'n mooie glow hebt over je benen, lijken je benen slanker. Dus jongens, deze combinatie van een body lotion en zo'n body glow, ik kan niet zonder. Iets waar ik ook niet zonder kan. Waarmee jullie me hebben zien struggelen in mijn Spanje vlogs. Dat zijn AirPods. Ik kan niet zonder AirPods. Ik gebruik mijn AirPods elke dag. Dus voor de mensen die het hebben gemist. Ik ben alleen gereisd naar Spanje. Ik ben daar 2 weken alleen gebleven. En ik heb het helemaal gevlogd. Ik heb elke dag gevlogd. Al die video's staan online. En ik was daar mijn AirPods verloren. Jullie gaan nooit geloven wat er nu weer is gebeurd. Ik maak mijn AirPods hoesje dingetje open. Geen AirPods. Ik ben gewoon mijn oortjes kwijt geraakt. Een fucking 100 euro AirPod oortjes. Deze dingen dan echt 120 euro. Of zo, die ik heb zijn echt van Apple. Ik raad ook echt die van Apple aan, want ik kon die daar toen niet vinden. Toen heb ik andere gehaald, gewoon van 40 euro. En die waren echt slechte. Dus ja, ik weet, 120 euro is echt veel geld. Maar toch raad ik echt deze van Apple aan. Ze zijn zo fijn, ze connecten gelijk. En de kwaliteit is echt beter dan de normale oortjes gewoon met een draad, zeg maar. Ik kan niet zonder, ik doe hiermee bellen, alles. Vooral toen ik alleen was, ik vond het heel fijn om gewoon ja, de hele dag te bellen met vriendinnen en zo. Maar ik vind het niet fijn als ik de hele tijd mijn phone moet vasthouden of allemaal van die draadjes heb. Dus dit is ideaal. Ook voor in het vliegtuig vond ik het fijn. En ook gewoon hier. Ik heb heel vaak muziek aanstaan, maar dan altijd via dit. Want ik wil geen muziek hard doen, want dan val ik de hele straat lastig en ik wil niet die persoon zijn in de straat. Ik kan niet zonder mijn AirPods. I love them. Dan iets waar heel veel vrouwen denk ik heel blij mee gaan zijn. En dat zijn hakken. Ik heb één paar. Ik heb heel veel hakken ten eerste. Dat weten jullie. Ik heb echt ruim 100 paar hakken of zo. En één paar hakken die ik echt by far het meeste aandoe zijn deze van Shein. Super, super goedkoop. Ik zet een linkje beneden in de beschrijving. Dit zijn mijn fijnste paar hakken. Zoals je kunt zien zijn ze best wel hoog. Deze zijn zeker 10 of 12 centimeter. Maar doordat ze hier zo onderwijd uitlopen, zeg maar, zie je dit, lopen ze zo fijn. Ik heb ze ook in het wit en ze zijn zo mooi. Dit strik je zo om je benen heen. Deze zijn zo vaak gebruikt, jongens. En voor iemand met zoveel hakken als ik, die continu afwisselt, is het heel uniek. Als ik één paar hakken vaak draag, deze lopen echt fantastisch. Het zijn wel gewoon hoge hakken, dus als je hoge hakken niet gewend bent, vind je ze alsnog niet fijn. Maar als jij iemand bent die best wel gewoon oké op hoge hakken is, maar toch op zoek is naar fijnere hoge hakken, dan is dit echt jouw beste vriend. Ik heb ze ook in het wit en jongens, ik vind ze zo fijn. En deze strikken ook zo heel fijn om je been heen. Ze vallen er echt niet af. Ze blijven de hele dag goed zitten. Maar ja, mij gaat het vooral gewoon om het loopcomfort. En omdat dus hier zo naar buiten loopt, lopen ze zo fijn. Echt, ik weet niet. Gewoon de hele manier hoe deze schoen is gemaakt is gewoon echt fantastisch om op te lopen. En ze zijn ook een beetje breder. Dus ze zitten niet helemaal zo strak. En ik heb smalle voeten. Dus ze zijn ook niet te breed. Jongens, deze schoenen echt fantastisch. Ik kan niet zonder. Dan nog iets van Shein waar ik niet zonder kan. En dat is een BH. En jongens, kap met al die plak-BH's die allemaal niet goed werken. Vooral als je een grote cupmaat hebt als ik. Ik heb E70. Is een grote cupmaat. Plak-BH's zijn echt een hel. Dat weten we allemaal. Maar jongens, deze van Shein. Waarom heb ik deze
deze niet eerder ontdekt? Waarom ben ik al jaren aan het struggelen met die irritante plak-BH's en die bandjes en die van alles gewoon? Deze zijn zo fijn. Ik heb laatst deze in het zwart gebruikt, want ik had iets aan wat hier zo open was. En die kon ik niet aan met een plak-BH, want je kon dan die BH zeg maar hier zien. En ik had deze random gehaald bij Shein ooit, echt heel lang geleden, maar nooit gebruikt. En ik dacht, laat me ze eens proberen. Jongens, ik heb cup E, hè? En ze bleven echt goed zitten. Wat je doet, is dat je dit eraf haalt en heel dit stuk plakt. En je zet het zo onder je borst en je trekt het zo omhoog en dan plak je het zo hier vast. En ik was in shock. De hele avond bleef het goed zitten. Veel beter dan de plak-BH's die ik heb. En je hebt ze ook in het nude, dus je pakt gewoon de kleur die jij wilt. Haal ze gewoon allebei. Ze zijn super goedkoop. Ik was echt in shock van hoe het gewoon echt mijn borst goed vasthield. Ik had het niet verwacht. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen, want ik ben wanhopig. Maar jongens, ik kan niet meer zonder. Oh my gosh. Ze zaten zo fijn. Laat staan, als je een kleinere cupmaat hebt, dan is het helemaal ideaal. Ik weet even niet welke maat ik heb. Of dat er maar één maat is of whatever. Maar ik zet sowieso alles beneden in de beschrijving. Echt wowie. Ik ben in shock gewoon. Echt waar. Echt fantastisch. Next up. Iets waar ik niet zonder kan is SPF. Jongens, zonnebrandcreme. Super belangrijk. En dan voornamelijk gezicht SPF. Ik gebruik deze van Clarins. SPF 30. Deze is echt heel fijn. Ik weet niet hoe vaak ik nog in mijn video's ga moeten herhalen dat je SPF niet moet vergeten. Heel veel mensen smeren dit gewoon niet op. Vooral ook omdat we in een land wonen die niet bepaald zonnig is. Maar toch is er zon en toch zijn er stralingen die je huid echt gewoon gaan verpesten. Ook in de winter, het maakt niet uit. Gebruik SPF, breng gewoon je dagcreme aan, je SPF als laatste. En het gaat er echt voor zorgen dat je huid minder oud wordt. Jongens, jullie gaan echt spijt krijgen over 10 jaar als je nu nog jong bent, dat je geen SPF hebt gebruikt. Mijn zus zegt ook altijd, het enige waar ik spijt van heb is dat ik niet eerder ben begonnen met SPF. En zij is 10 jaar ouder dan ik, dus ik dacht, ik ga niet dezelfde fout maken. SPF it is. Ik wil gewoon dat mijn huid zo lang mogelijk jong blijft als kan. Dus ik smeer elke dag SPF. Tenminste, als ik naar buiten ga. En ik weet dat je ook make-up hebt waar SPF in zit. Foundations met SPF, et cetera. Die werken absoluut niet zo goed als een normale SPF. Dus niet denken dat als je die opdoet, je genoeg hebt. Nee, die werken echt niet zo goed. Het is gewoon ja, een beetje extra of zo. Maar je moet echt gewoon nog je normale SPF smeren. Dus vooral op je gezicht. Mijn lichaam doe ik niet per se. Alleen als ik echt naar het strand ga of zo. Maar voor mijn gezicht, elke dag. Dan iets qua make-up. En dat zijn deze nepwimpers. Jongens, ik heb het er nog laatst over gehad in een video. Lola's Lashes in de stijl Icons Only. Deze wimpers zijn net wimper extensions. Als jij niet de hoge bedragen wilt betalen van wimper extensions en niet elke 2 weken daar een uur wilt zitten, dan is dit echt jouw beste vriend. I love it. Voordat ik echt YouTube deed, had ik altijd wimper extensions. Super makkelijk, super handig. Het kost wel wat. Waar ik het meest moeite mee had, was dat ik elke 2 weken daarheen moest en zo lang in die stoel zat. Ik had gewoon nooit zin en zo. Maar deze zijn echt precies net als wimper extensions. Deze doe ik altijd op geen make-up dag. Als ik het toch gewoon mooi wil uitzien. Op vakantie of gewoon met een natural make-up look. Ik heb nog nooit nep wimpers gevonden. Gewoon van die strip lashes als deze. Die er precies uitzagen als wimper extensions. I love them. En ze hebben een heleboel stijlen. Je kunt ook gaan voor een andere stijl. Maar ik heb ook de andere stijlen gehad. Maar tot nu toe vind ik deze Icons Only gewoon echt het beste. Ik ben nog, even denken, een paar dagen geleden was ik naar het strand. 2-3 dagen geleden. En toen heb ik deze ook opgedaan. Om het toch nog een beetje mooi uit te zien. Want voor de rest had ik helemaal geen make-up op. En jongens, ze plakken zo fijn op. Ze zijn ook betaalbaar en echt gewoon amazing. Ik bestel niet heel vaak wimpers opnieuw. Omdat ik er zo vaak heb, blijf ik heel te afwisselen. Dit zijn een van de weinige wimpers die ik echt al een aantal keer gewoon opnieuw heb besteld. Zo fijn vind ik ze. I love them. Dan nog een paar schoenen waar ik niet zonder kan. En dat zijn sneakers. Deze witte sneakers passen echt overal bij. En ik gebruik ze zo vaak. En dat zijn deze van Nike. Nike Air. Ze zijn echt al wel een beetje vies. Ik heb ze gewoon nog nooit schoon gemaakt. Maar je kunt ze schoonmaken. Deze schoenen, ik weet, bijna iedereen heeft ze al. En ik hoef denk ik heel veel mensen niet eens te vertellen dat deze echt ideaal zijn. Ze lopen zo fijn. En wat ik er fijn aan vind is dat ze overal bij passen. Niet elke sneaker past overal bij. Deze passen letterlijk overal bij. En je kunt elke outfit iets meer sporty, casual maken door alleen maar deze sneakers aan te doen. En ze zijn niet te chunky. Ik zelf ben niet echt heel groot. En af en toe als ik van die grote chunky sneakers aandoe, vind ik alsof mijn voeten echt op boter lijken. Want dan heb je zo'n kleine
meid met van die huge voeten. Dus ik ben altijd heel bang voor dat effect. En hiermee is dat totaal niet. Ze maken mijn benen helemaal niet zo raar lang of dik of wat dan ook. En nogmaals, het staat gewoon overal bij en ze lopen heerlijk. Ik heb ze echt al 2 jaar of zo. Ik heb ze nog geen 1 keer gewassen. En kijk hoe schoon ze eigenlijk nog wel zijn voor iemand die ze nog nooit heeft schoongemaakt. Maar nou, onderhand zou ik dat wel echt moeten doen. Ik ga stuk. Maar jongens, echt deze, echt een goede investering. Ze zijn iets van 70 euro of zo. Maar echt, ik vind ze echt fantastisch. Ik kan niet zonder. En last but not least, ik heb hem nu ook om. En dat is mijn Michael Kors horloge. Deze heb ik ooit 3 jaar geleden gehaald. Ik heb letterlijk nooit meer een ander horloge gehaald. Want deze is de enige die ik nodig heb. Hij lijkt gewoon op een Rolex. Hij heeft zo die Rolex vibe. Ik weet dat niet echt op een Rolex lijkt. Maar die vibe, zeg maar die chique gouden vibe. En hij is niet te groot, niet te klein. Ik heb een hele smalle pols en hele smalle dunne handen. Dus ook met een horloge ben ik altijd aan het kijken van hij moet niet te groot zijn, te grof. Deze is van Michael Kors en hij is zo mooi. Hij kostte iets van 350 euro of zo. Iets rond de 300 in ieder geval. Ik had hem toen gehaald bij Hudson Bay. Maar ja, je kunt hem misschien ook nog wel gewoon online halen of zo. Ik zal ook eventjes straks kijken online. Toen ik hem had gehaald was ik nog wat dikker. Nou ben ik al heel veel afgevallen en nou is hij wel een beetje te groot voor mij zoals je kunt zien. Dus ik moet naar de horlogemaker om hem wat kleiner te maken. Maar deze heb ik altijd om. Het maakt me zoveel meer chic, meer elegant. Het lift gewoon mijn hele look naar een heel mooi, vrouwelijk, elegant level. Voor nog wel een best wel betaalbare prijs. Dus mijn Michael Kors horloge, ik kan echt niet zonder. I love it. Super mooi horloge. Nou jongens, dat was het dan. Dit zijn de 10 dingen waar ik niet zonder kan. Ik heb het al in de intro verteld, maar ik heb nog 2 andere video's gemaakt met 10 dingen waar ik niet zonder kan. Dus ik heb nou al 30 dingen verteld waar ik niet zonder kan. Dus bekijk ook eventjes zeker die andere video's. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en iets aan de video hebben gehad. Als jij iets hebt van Sarah, ik kan niet zonder dit. Dit moet jij ook halen. Laat het me weten in de reacties. En dan kan ik kijken of ik het ook ga halen en misschien ook iets vind. Maar goed, zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video en er echt iets aan hebben gehad. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!